Op amper 3 kilometer van Hartje-Luik, verscholen achter een weelde van groen, ligt het prachtige domein van het kasteel Bernalmont. Sinds kort gaat er een luxueus hotel schuil achter de muren van het kasteel. Hier verbleven ooit gasten als Lodewijk de XIV en Karel de Grote. Het kasteel werd in de 17e eeuw gebouwd door de familie Bernalmont en in 2009 volledig gerenoveerd. Het is nu als hotel toegankelijk voor iedereen. Zakenmensen vinden rust na een zware werkdag en voor toeristen is het kasteel een ideale uitvalsbasis om de Euregio te verkennen. Ook sportievelingen zijn van harte welkom op het golfterrein van Bernalmont. De 19 kamers van het hotel dat midden in het golfterrein ligt, hebben alle zicht op de 9-holes golfbaan. Kasteel Bernalmont, verrassend hip en eeuwenoud.